Hi, ik ga jullie vandaag vertellen hoe je het beste in 3 stappen je saunakachel kunt schoonmaken. Stap 1, je saunastenen schoonmaken. We raden aan om deze stenen die in je kachel zitten 1 keer per jaar eruit te halen en vervolgens schoon te maken. Er blijven namelijk altijd resten en vel tussen de stenen of op de stenen te zitten na het opgieten met aroma's. Als je dit een lange tijd niet schoonmaakt, kan het zelfs brandbaar zijn. Als je regelmatig gebruik maakt van de sauna en hierbij ook opgiet, komt er na verloop van tijd resten van olie tussen de stenen te zitten. Als je de stenen een lange tijd dan niet schoonmaakt, kan dit zelfs brandbaar zijn. Haal daarom regelmatig alle stenen uit de kachel en laat ze vervolgens een paar uurtjes weken in warm water. Nadat je ze hebt laten weken, moet je de stenen goed laten opdrogen en kun je ze pas weer in de kachel doen wanneer deze helemaal schoon en droog zijn. Wanneer je je saunakachel gebruikt, valt er as in de aslade. Wij raden aan om de aslade 1 keer per week leeg te halen. Wanneer je dit niet doet, heb je geen goede trek meer en zul je dus ook meer rookvorming krijgen. Na verloop van tijd wordt het ruitje van je kachel ook vies. Om het ruitje schoon te maken gebruiken wij zelf kachelrijksreiniger.